beste Groningers, het meemaken van cultuur is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Het Noordpoolorkest is een orkest dat met haar muziek ook mensen bereikt, vooral jonge mensen die nog niet naar orkestmuziek luisteren, met muziek van nu. En ook laten ze mensen meespelen met spannende nieuwe meespelapps. Wij zijn daar hartstikke trots op. Blijf ze steunen. Ik ben bezig met een project met Reinoud Douma en het Noordpoolorkest. En ik ben heel blij dat er een orkest hier is in het noorden waar ik dit soort projecten mee mag doen. 30, 40 jaar geleden was er nog geen lichte muziekopleiding verbonden aan een conservatorium. Ook niet aan het Prins Klaus Conservatorium. 30, 40 jaar geleden was er ook geen Noordpoolorkest. En nu, in 2016, is de muziekwereld verder ontwikkeld. En hebben we wel degelijk lichte muziekopleidingen. Dus is het ook volstrekt logisch dat we gespecialiseerde orkesten hebben voor lichte muziek. Een van de weinige uitstekende voorbeelden hiervan is het Noordpoolorkest van Reinoud. Een excellent voorbeeld voor Groningen City of Talent. Ik ben op tournee geweest met het Noordpoolorkest en dat was door heel Nederland en dat was een wereldsucces. Dat is echt geweldig. Toen waren ze even geen subsidie nodig, maar ze doen ook heel andere dingen met jeugd en met hele bijzondere projecten. Ze hebben Pinkpop gestaan, ze begeleiden grootheden. Het is niet maar zo'n orkestje, het is echt een wereldproduct uit de stad Groningen. Wij van Theater De Steeg bereiken dagelijks die jongeren die niet snel in aanraking komen met cultuur. Noordpoolorkest doet dit ook. Met Noordpooltroep, met de virtuele orkestacademie. Dus ik zou zeggen, steun dit initiatief.